Hallo, ik ben Christel, welkom op mijn kanaal. Ik ga weer even een persoonlijk verhaaltje delen over hoe ik Gods bescherming heb ervaren. Ik was een heel klein meisje nog, ik zat nog op de lagere school. Misschien was ik 11 of net of 12 net, in ieder geval iets in de hogere klasse. En ik heb ervaren, mijn verhaal is dus, ik ging dus eindje fietsen. Ik wou naar een zwembad. Mijn ouders hadden het verboden. Ik mocht die dag niet naar het zwembad. Maar ik was eigenwijs die dag. Dus ik dacht, ga toch. En normaal luister ik altijd naar mijn ouders. En dit is ook een ander zwembad waar ik normaal ook heen ging. Maar soms kwam ik hier wel eens. Dus ik had mijn zwemspullen mee. En dus ik ga weg. 6 kilometer fietsen. Langs de bosrand, andere kant de weide. En halverwege de fietstocht. Werd ik staande gehouden door een man en die stond met een bus in een bospaadje. En die man zei tegen mij, wil je helpen mijn hondje te zoeken? Nou is me altijd verteld, je mag niet met vreemde mannen meegaan. Je mag geen snoepjes of cadeautjes aannemen. Dat moet je niet doen. Maar ik dacht, ja, dit is een hondje zoeken. Hè? Dus ik was gek op hondjes. Ik denk, ja, ik wil die man wel even helpen zoeken. Dus hij ging echt wel op de weg staan om mij aan te houden. En toen dacht ik, ik ga toch helpen dat hondje zoeken. Maar dus ik ook Ricky, want hij zat steeds maar Ricky te roepen, ook toen ik kwam. Toen dacht ik, je hondje was dus Ricky. Maar ik zag helemaal geen hondje. Dus dacht ik, ja, dat is een beetje vreemd, ik zie helemaal geen hondje. En hij liep de ene kant op en ik de andere kant. En roepen, maar nergens geen hond te bekennen. Ik vond het al een beetje vreemd. Ik denk, als ik nog verder wegloop, pak ik weer gauw mijn fietsje, dan ga ik weer fietsen. En net op het moment dat ik dacht, ik ga mijn fiets pakken, komt er een vrouw van een boerenerf afgelopen. En die kwam zo van, zo heel hard. Ik dacht, wat doet dat mens raar, hè? Wat doet dat mens raar? En toen ging hij er gauw vandoor met zijn auto. En toen zijn wij opgevangen daar. En waarschijnlijk mijn ouders gebeld. En toen hebben ze mij opgehaald. En later hadden ze haar een taart gestuurd. Omdat ze voor me gezorgd had. Mij gered had eigenlijk in principe. En toen dacht ik bij mijn eigen, had ik nog last ervan? Mijn moeder zei, als kind had je er helemaal geen last van. Ik zag niet het gevaar. Ik dacht, ik was eventjes hondje redden. Maar ik vond het al een beetje vreemd. Maar niet dat ik daar psychologisch last van had. Later begon je natuurlijk wel te denken. Dacht ik, het was een hele grote bus. En er zaten allemaal van die plumuurvlekken op. Hij was eigenlijk klaar om overgespoten te worden. Ik heb wel gezegd hoe die man een beetje eruit zag. Een beetje krullend haar had hij. Nooit de dader gevonden natuurlijk. Ik ben gered door die vrouw. En die vrouw had het wel een poosje in de gaten gehouden, die man die daar stond. Vond het dan een beetje vreemd. Ja, toen ze mij dus aanzag komen lopen, of fietsen eigenlijk. Ik had fietsje, die lag volgens mij nog een beetje op de weg. Toen kwam zij er dus, toen begon ze het helemaal te wantrouwen. Dus dan kwam ze dus al schreeuwend daar die uitrit uit van de boerderij. Dus toen dacht ik van, jeetje, wat is er aan de hand? Ik snapte echt niks van. Maar later dacht ik, ik ben me echt wel over de naald gekropen. God heeft me echt wel beschermd door die vrouw. En dat ze daar oplette van wat er gebeurde, weet je wel. Ik ben ook nooit terug geweest eigenlijk. Ik denk dat ik al lang is overleden. Ik weet het niet. Ik weet nog precies welke boerderij het was en waar het paadje was. Dat is nog steeds. De boerderij staat nog steeds. Dus het was de bescherming van God. En ik heb ook een keer een droom of een meditatie. Ik weet niet precies of dus ontwaken en dromen in. Een voorbeeldje gehad van goddelijke bescherming. Ik zat dus in een bootje en het was heel donker. Het was eigenlijk echt nacht op de oceaan. En ik had geen roeispaan. Ik had helemaal niks. En het regende en het stormde.
En toen kwam er opeens uit de hemel een heel groot zeil over het bootje vallen. En toen riep een stem uit de hemel, je bent beschermd en je zal altijd beschermd blijven. Dus dat is veel langer dan natuurlijk als dat meisje toen was. En dus ik schijn beschermd te zijn. Ik heb natuurlijk een missie op aarde, lichtwerk sowieso. Ja, ze gaan niet iemand laten vermoorden of iets, dat iets heel ernstigs, dat je echt doodgaat. Ik kan wel een ongelukje krijgen natuurlijk en dan is het, dan is het zo. Maar echt dat je bijvoorbeeld ziek gaat, COVID, voor je tijd, dat is niet zo. Je wordt beschermd. Ja, niet dat ik het speciaal ga opzoeken natuurlijk. Maar ik word beschermd. Ik heb een missie op aarde. En en dan krijg je die bescherming. God zegt dat je dan beschermd wordt. Dus lichtwerkers met een missie, die worden beschermd. Anders, we moeten niet voor niks licht in de wereld brengen in deze donkere tijden. Dus we worden beschermd. En dat was mijn boodschap voor vandaag. Ik hoop dat je dit apart verhaal vond. Ik heb nog meer aparte verhalen om te delen eigenlijk met jullie. Ik heb nog steeds hoofdpijn ook. Dus dat houdt ook nu op. En de nek waarschijnlijk. Ja, de meeste van jullie op het ogenblik. Hè, die echte hoofdpijn, nekpijn. Dus misselijkheid. Dus ik weet niet wat er aan de hand is. Maar ene dag voel ik me beter dan de andere dag. Gisteren ook een hele dag. Maar de dag ervoor was weer goed. Dus vandaag een beetje kleine oogjes heb. Ik knijp een beetje met mijn ogen. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken. En je reacties mag je ook plaatsen. Of jij ook misschien deze bescherming hebt ervaren van de goddelijke wereld. En goed, tot de volgende keer. Doeg!